We hebben een project gestart om de fietsenstalling bij Leiden-Lammenschans flink op te gaan knappen. Dat is ook hard nodig. Ik denk dat elke Leidenaar zich de situatie hiervoor kan stellen. Je wil snel het trein pakken naar Utrecht of naar Alphen, maar je kan nergens je fiets kwijt. En als je echt pech hebt, dan mis je je trein ook nog. Nou, dat willen we verleden tijd laten zijn. Dus we gaan de fietsenstalling hier een flinke opknapbeurt geven. Komen bijna 2 keer zoveel stallingen terug, 1500 in totaal. En het plein wordt ook een stuk mooier. Op dit moment doet ProRail al werkzaamheden om de hellingsbaan aan te passen bij Leiden-Lammenschans. Zodat het station inclusiever wordt. Bijvoorbeeld mensen met een beperking makkelijker naar de trein kunnen. En als die werkzaamheden klaar zijn, dan beginnen de werkzaamheden aan de nieuwe fietsenstalling. Dus kan niet wachten tot het zover is. En die betaalde stalling die altijd leeg staat, wat gebeurt daarmee? Ja, we hebben ook een betaalde stalling inderdaad. Die heeft zijn eigen regime, dus daar kunnen buurtbewoners gebruik van maken. Die blijft gewoon zoals die is. Maar daarnaast hebben we de openbare stalling en die gaan we uitbreiden. 2 keer zoveel fietsenstallingsplekken. En wat gaat er nog meer gebeuren op het plein? Nou, we gaan het plein ook meteen een grote opknapbeurt geven. Flink vergroenen. Er komen groene hagen, er komen pergola's, zodat het zicht op de fietsenstallingen wat ontnomen worden. En dat het past in het historische stadsgezicht zoals het er al is. Is dat wel veilig, al die fietsen verstopt neerzetten? Ja, we zorgen ervoor dat aan de ene kant de hagen de fietsen zoveel mogelijk afschermen, zodat die het zicht niet verstoren. Maar aan de andere kant zorgen we er ook voor dat er wel genoeg open ruimtes blijven, zodat er toezicht gehouden kan worden op de fietsen en daar geen gekke dingen kunnen gebeuren. Dus eigenlijk het beste van twee werelden. Aan de andere kant van de Melchior Treuplaan gaan we onder andere een voedselbos aanplanten, hier achter mij. En dat doen we omdat we een paar bomen op het Kamerling-Ondersplein voor Leiden-Lammenschans moeten kappen. En die gaan we hier compenseren. Dat is een initiatief van bewoners om op deze driehoek tussen de Melchior Treuplaan en de Kanaalweg een voedselbos aan te gaan planten. Ik vind dat een prachtig plan. Wat is een voedselbos? Een voedselbos is een plek waar je, voedsel kan plukken. Bijvoorbeeld van fruitbomen. We hebben bijvoorbeeld een heel mooi voedselbos Okkerheide, al bij de Merenwijk. En daar kan je aan denken van wat hier ook voor mooi zou kunnen komen. Dus appeltjes, peren, kersen, dat werk? Dat werk inderdaad, denk ik. Fruit vooral. Maar het is natuurlijk ook vooral aan het initiatief van de bewoners. Ik ben ook heel benieuwd wat zij hier uiteindelijk geplant willen zien. En ik vind het alleen maar mooi dat we het plein bij Leiden-Lammenschans daarmee heel groen kunnen inrichten met behoud van zoveel mogelijk bomen en hier extra bomen kunnen aanplanten voor een mooi voedselbos. Kortom, het gebied rondom station Lammenschans krijgt een mooie make-over. Het duurt nog eventjes. Maar één ding, dat gaat al heel snel gebeuren. Er gaan meer treinen rijden. Klopt. Vanaf december gaan er 4 treinen in de overdag van Leiden naar Utrecht rijden. Nu zijn dat er 2, dat worden er dus 4. En dat is heel positief, want daarmee wordt de bereikbaarheid van Leiden nog beter. En ook op een schone manier via het openbaar vervoer.